Door naar de volgende ronde? Niet door naar de volgende ronde. Ja. Door naar de volgende ronde? Ja, op het laatste hebben wij het doorgekregen dat wij wel mee mogen doen. Strijden om de volgende plekken. Dus zaterdag weer aan de bak. Ja. Vind je van de nieuwe opzet van het toernooi? Ik heb nog niet eerder meegedaan, dus ik durf ook niet te zeggen hoe het eerder was. Maar dat is een leuk toernooi. Ja. Want jullie gebruiken dit als voorbereiding op het nieuwe seizoen? We hebben dan eigenlijk een nieuwe selectie mee. Een paar jongens van de A's overgekomen, een paar nieuwe spelers. En dan moeten we gewoon laten zien hoe we het volgend seizoen eigenlijk gaan doen. Nieuwe trainer, dus ja. Elk jaar is dit toch wel een beetje de periode waarin het meeste gebeurt, overschrijvingen. Nu is die overschrijvingsperiode voorbij. Is dat fijn? Dat is gewoon duidelijkheid. Dan weet je hoe je gaat starten voor het seizoen. En wat ik zeg, wij komen hier ook met een nieuwe selectie. Dus nieuwe kansen. Is dat nog een beetje wennen aan elkaar of pas je meteen aan? Ja, tuurlijk. Ja, er komen jongens van de A-jeugd over. Die zijn toch een ander niveau gewend. Er komen jongens van buitenaf. Ja, dat is toch weer inpassen van hoe je het gaat oplossen. Dan meet je met de teams hier uit de stad. Hoe is dat? Ja, leuk. Het is toch weer verschillende niveaus. Teams van zaterdag, teams van zondag. Verschillende klasses. Dus je kan je mooi meten. En ook voor die nieuwe spelers. Die kunnen ook gelijk zien hoe het niveau is. Ja. En dan, nieuw seizoen. Wat verwacht je van jullie prestatie dit seizoen? Ja, afgelopen seizoen is het gewoon een moeilijk seizoen geweest. Ik ben blij dat we erin zijn gebleven in de tweede klasse. Ja, volgend seizoen moeten we toch naar boven kijken en mee gaan doen om een periode, vind ik. Ja. Zijn er ook teams die je hier vandaag tegenkomt, of die überhaupt aan een toernooi meedoen, die jullie in competitie tegen gaan komen? WVV doet mee. WVV die is gepromoveerd. Voor de rest durf ik zo niet te zeggen wat... Gewoon een krachtmeting met de lokale amateurs hier, zeg maar. Ja, klopt. Teams uit de stad en omstreken. Heb je het gevoel dat jullie team nu echt rond is? Ja, wat ik zeg, de overschrijving, de datum is gewoon verlopen. Dus wij hebben gewoon spelers voor verschillende posities. En ik denk dat we klaar zijn. Ja. Dankjewel. Is goed, alsjeblieft. Succes nog, hè.